Onder leiding van kerkgemeenschappen, vakbonden en enkele politieke figuren werd vanmorgen op het Onafhankelijkheidsplein geprotesteerd tegen vaccinatiedwang. De actievoerders zijn van mening dat het wel of niet vaccineren een vrije keus moet blijven. Ze zijn fel tegen een eventuele vaccinatieplicht en hekelen het discrimineren van niet-gevaccineerden. Bisschop Steve Meyer geeft aan dat de aanleiding voor deze opstand is dat de regering een verzoek tot overleg en een open brief tegen discriminatie en apartheid heeft genegeerd. De doorgaan op deze voet is dus duidelijk gebleken na die petitie. Dus wij hebben toen daarna een open brief geschreven naar de president en ook in de media gezet. Het is op Star News, dacht ik, verschenen. En na die open brief is er ook helemaal geen reactie geweest. Ook dat is genegeerd geworden. Dus dat zegt mij dat deze regering die nu aan de macht is, compleet het volk van Suriname, die eigenlijk de macht heeft in dit democratisch land, om het volk van Suriname compleet te negeren en gewoon te doen als tirannen, als dictators wat zij willen. En dat te dwingen om iets te spuiten in de lichamen van Surinamers die zij zelf niet willen. We willen de regering herinneren eraan, het is ons lichaam, het is onze keuze. Niemand komt voor ons bepalen wat in het lichaam komt. Daarom zijn we hier. Bij dit protest was ook aanwezig comedian Cleon Jurians, meer bekend als Pres Juriantje. Jurians is enkele maanden terug indirect gedwongen door zijn toenmalige werkgever om zich te laten vaccineren. En ik ben ontslagen geworden omdat ik frauduleuze handelingen heb gepleegd. En dat was het gevolg, omdat ik dan gedwongen word. Ik werd indirect gedwongen en daarom heb ik dat gedaan. Dus op basis daarvan ben ik ontslagen geworden. Maar ik wil ook op mijn manier een signaal geven aan de regering dat dit zal gebeuren als mensen gedwongen worden. Als mensen gedwongen worden, ze hebben geen keus, gaan ze andere dingen beginnen te zoeken. Gaan ze illegale dingen beginnen te zoeken, gewoon om te overleven, om het zo te zeggen. En niet dat het goed is, het is helemaal niet goed, maar het is een momentopname. Sommige mensen zijn sterk, sommige mensen zijn niet sterk. Ik was op dat moment zwak, waardoor dat mijn keus was op dat moment om dat te doen. Maar dat is niet de juiste oplossing. Maar dat moet de regering ook gaan snappen van, hey, We willen ieder belangen behartigen, maar je moet ook gaan kijken waar wat kan en wat niet kan. De demonstranten hopen met deze protestactie gehoor te krijgen van de regering over hun bezorgdheid omtrent de vaccinatieplicht en de discriminatie die zij daaraan zijn gekoppeld.